ik 5 was, leerde ik lezen. In groep 3 van juf Anneke uit Soest. Ik was iets trager, maar uiteindelijk aan het einde van groep 4 wist ik ook hoe je een boekje lezen moest. En toen ik lezen kon, toen leerde ik al gauw van Floortje Bellefleur hoe je een paard vangt met een touw. Zij woonde op een bakkerij, ik ben daar grootgebracht. Ons sorbo-rijtjeshuisje rook naar broodjes elke nacht. De griezelbus reed voor, ik was toen 7, 8. In Goes, waar ik vandaan kom, was zo'n bus nogal verdacht. Ik twijfelde, maar ben toch met die mensen meegegaan. En nu kan ik op zich best goed een weerwolf verslaan. Ik weet al lang, ik kan klimmen naar de maan. En dat ik monsters kan verslaan. Vlieg met me mee naar dat plekje in het bos. Ik ben de kapitein en gooi de trossen los. Achter mijn kast, daar is een grote feest. Alles wat je leest, daar ben je geweest. Lange Zeeuwse winters waren absoluut niet saai. Ik zat namelijk op Hogwarts en ving zo af en toe een snaai. Ik was leerling in de Zwarte Molen, dat was overleven. Ik ken dus mensen die voor altijd raven zijn gebleven. Met de gebroeders Leeuwenhart was ik behoorlijk hecht. En toen mijn oma ziek werd, zei ik, daar kom jij terecht. Wacht op mij in Langiala, het is een fantasie. Voor als de wereld even niet zo mooi is in het echt. Ik weet allang, ik kan klimmen naar de maan. Plekje in het bos. Ik ben de kapitein en gooi de trossen los. Achter mijn kast, daar is een groot en magisch feest. Alles wat je leest, daar ben je geweest. Ik zocht een gouden wikkel en hoewel ik hem nooit had, kon ik toch door Sjaki naar het chocoladebad. Ik was Ronja en Mathilde, ik was Otje en Minoes. Ik werd vrienden met een reus, maakte een praatje met een poes. En nu vraag je ons met een stapel bonnen of ons leven niet wat saai is als belastingconsulent. Je leven is beperkt, je ziet nooit iets van de wereld, maar dan zeggen we, weet je wel wie je voor je hebt? Ik weet al lang, ik kan klimmen naar de maan. En dat ik monsters kan verslaan. Ben je?